Ja, heerlijk. Een fantastisch gevoel. Ik had al een paar keer meegemaakt, maar ja, weet je, met deze club, deze supporters, in zo'n wedstrijd, weet je, ik denk dat het wat dat betreft een wat lastigere play-offs was dan ik eigenlijk op voorhand had gehoopt. Maar ja, goed, weet je, uiteindelijk gaat het om het eindresultaat en dat is dat we gewoon weer lekker naar de Eredivisie gaan. Je zit op de bank, je ziet dan eigenlijk een verschrikkelijke wedstrijd voor je ontvouwen. Ja, hoe is het gevoel dan? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben daar niet heel erg gewend. Normaal speel ik deze wedstrijden. Maar ja, weet je, dat is echt verschrikkelijk. Ik heb normaal in het veld heb ik niet zoveel stress, maar als ik nu zo op de bank zit, dan word ik helemaal gek. Schreeuwen of hoe uit het zich bij je? Ja, schreeuwen, roepen. Ik ben niet gelovig, maar ik begin bijna te bidden. Dus nou ja, weet je, dat is echt gek huis. En dan de tweede helft op een gegeven moment die goal en dan is ook ontlading, denk ik. Ja, weet je, bij 1-1 de vlak voor rust, fantastisch moment natuurlijk. Nou ja, goed, weet je, dan gaan we met een gevoel de rust in en proberen elkaar lekker op te peppen en te zeggen van luister, 45 minuten van de Eredivisie verwijderd. We moeten gewoon nog even volle bak gas geven. En ja, weet je, dan begint zo'n tweede helft en dan blijft het een hele tijd 1-1. Ja, weet je, mag je warm lopen eigenlijk? Nou, ik denk dat hij dat vaker moet doen, mij laten warm lopen. Want altijd als ik warm loop, dan wordt er gescoord. Dus nou ja, weet je, dan hoop je dat je erin komt, maar die 2-1 valt op een heel belangrijk moment. En ja, goed, dan is het zorgen dat je het vasthoudt. En ja, weet je, dan volgens mij werd die ene bal nog bijna van de lijn afgehaald. Met een omhaal? Ja, godverdomme man. Ja, dat moeten ze niet meer doen. En dan het laatste fluitsignaal. Ja, dan is die ontlading daar. Weet je, dan zie je iedereen gekkenhuis het veld opkomen. Lekker. Nee, ja, weet je, dat is genieten, man. Dit hebben we ook met z'n allen gedaan. Weet je, het is ook echt een teamprestatie geweest. Ja, weet je, dat is ook wat ik voor de wedstrijd heb proberen te vertellen tegen de jongens. Van, weet je, dit... Pizza's? Worden ze al? Ja, die kun je hier laten komen. Kleedkamer. Komen pizza's aan? De pizza's komen eraan. Nee, een stukje sportvoeding is altijd belangrijk natuurlijk. Snel herstellen weer. Jij bent de Achterhoeker, geboren Achterhoeker. Je weet als geen ander hoe de Graafschap leeft hier in de regio. Wat betekent deze promotie? Nee, ja, voor mij is dit fantastisch. Weet je. Ik heb hier als klein kind op de tribune gezeten. Ja, mijn allereerste jaar hier bij de Graafschap toen gepromoveerd. Ja, weet je, en nu misschien, wat misschien mijn laatste jaar is, uiteindelijk weer gepromoveerd. Dus ja, voor mij is ja, weet je, dit is fantastisch. Dan maak je zelden mee dit. Misschien je laatste seizoen? Ja, dat zou kunnen. Weet je. Ik ga de komende weken gewoon alles even op een rijtje zetten. En, ja, eigenlijk een veel beter moment om te stoppen dan dit is er eigenlijk niet. Aan de andere kant, weet je, ik ben wel echt een liefhebber in hart en nieren. En, ja, goed, dan, ik ben nog fit, ik voel me goed. Dus ja, weet je, ik moet kijken wat de mogelijkheden misschien nog zijn. Maar de komende week ga ik alles eens even lekker rustig op een rijtje zetten. En, ik denk dat ik eerst een week lang dronken ben en daarna gaan we wel weer kijken. Maar je hebt ongetwijfeld met Henk de Jong al over gehad. Hij zegt net zelf rol als trainer-speler. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Wat verwacht hij bijvoorbeeld voor jou nog in een nieuw seizoen? Nou, daar hebben we nog geen knoop over doorgehakt. Alleen, ik denk dat hij meer doelt op afgelopen seizoen al. Weet je, waarin ik, ja, denk ik buiten de lijn ook gewoon wel een goede rol heb gehad. Weet je, ik denk dat dat ook de kracht is geweest van dit elftal. Dus met name als je ziet in die eindfase en in die play-offs. Weet je hoe ook de wisselspelers hun rol hebben en het team zeg maar steunen. Ja, weet je, dat heb ik bijna bij geen enkele ploeg meegemaakt. En, daar zit hem de kracht ook in. Weet je, dat saamhorigheid, dat gevoel. Hey, daar heb je het. Ik reken zo af, ja? Nee, ja, weet je. Ja, hoe moet ik het zeggen? Dit is echt genieten. Ik heb er geen woorden voor. We hebben dit als team geflikt, als club, als... Met z'n allen samen. En ja, weet je, veel mooier dan dit en zo'n ontlading. En ik zei tegen Jan Joost voor de wedstrijd ook van Gangelen. Ik zei, dit wat je hier nu ziet, zie je in Nederland nergens. Weet je, zulke sfeeracties, zulk publiek, zo'n sfeer. Ja, waar zie je dat nog? Zeg maar, Polen? Ja, nee, ja, in Nederland in ieder geval bij weinig clubs. En, eet smakelijk, staat pizza klaar volgens mij? Ja, ik ga heel gauw pizza en bier, dat is de beste sportvoeding die er is.